Ding dong! Oh, welkom! Kom binnen! Vlogtime, joepie! Dus ik heb van alles te vertellen. Ja, heb ik van alles te vertellen. We zitten nu dus niet meer op kot, ook niet op school, maar in mijn zelfgeclaimde bureau in dit huis. Wat ben ik aan het doen? Ik heb een klucht. Ik ging normaal gezien vandaag een muurschildering maken bij twee mensen die waren van hallo, wil jij een muurschildering komen maken? Ik was van ja ja. En dus dat was het plan. Dus ik had een ontwerp gemaakt voor die oppervlakte, voor een muur. En ik dacht oké, top, hoe gaan we doen? Ik ga al mijn inkopen doen. Ik was van oké, dit en dit heb ik nog nodig en dan ben ik all set. Zeiden ze opeens, ja, wilt je het anders op een plaat schilderen, op een houten plaat, dan kunnen we die er nog altijd afhalen en mee naar huis nemen, moesten we daar ooit verhuizen. Dus ik zei, oké, geen probleem. Komen ze hier gisteren met die plaat aan. En ja, hij is 10 keer groter dan het oorspronkelijke oppervlak, waardoor mijn ontwerp niet meer echt gaat. Van, ik zal het laten zien, ik zal een mooie editing doen. Dit is het formaat dat het normaal zou zijn en het ontwerp hoe het eruit zou zien. Dit is het formaat dat het nu is en hoe mijn ontwerp er nu zou uitzien. En dat werkt niet meer, het is te simplistisch voor die oppervlakte. Dus nu ga ik het proberen op te lossen aan de hand van details. Alleen zo extra gelaagdheid, extra elementen toevoegen. Om het dan op die manier toch ja, mooi te maken. Laat maar weten wat jij dacht. Feedback is altijd welkom. Ja, en ja, we hadden gewoon ook een prijs afgesproken. Maar aangezien de oppervlakte nu verdubbeld is en er nu extra werk is gekomen in voorbereiding, heb ik zoiets van, oei, moet ik nu meer vragen dan afgesproken? Maar ik ben niet zo goed in onderhandelen. Dus, moeilijk. Ja, daar onder ons, ik heb een vraag. Ja, ik heb heel veel vragen rondom prijzen. Van hoe kun je je eigen prijs inschatten, et cetera. Ik ging ook nog naar een lezing gaan deze maand van Cultuurloket. Die zeggen van hoe schat je dingen naar waarde, bla bla bla. Want ik ben daar helemaal niet goed in. En ik heb totaal geen idee wat zowel de prijzen zijn op de markt. Van hoeveel andere kunstenaars vragen. Als je dat op school vraagt bij ons aan de docenten. Want alle de studenten zijn van ja, wat nu? Hoeveel moet ik vragen? Moeilijk. En altijd als wij iets in die aard vragen aan onze docenten, zijn die van geld? Dat is privé. En dan zijn wij van oké, alle respect. Maar wij moeten het wel weten. Dus als jij mij insights kunt geven en wilt geven, want uiteindelijk het blijft altijd wel privé. Maar dat zou fijn zijn. Bij deze zie je al mijn mooie rommel, waar ik zelf zot van word. Maar ik weet niet waar ik fout doe, maar ik krijg het gewoon niet opgeruimd. Maar wat ik nog wou vertellen is, wat heb ik nog gedaan deze week? Ik ben naar de Biep geweest, ik heb er ook boeken uitgehaald. Mensen, ik denk Olivier Schrouwen, was het? Ja, daar boeken die ik dan ga lezen, wat ik slimmer ga van worden, van Brecht Evens. Ik vond dat super eng. Oprecht eng. Ik dacht eerst, oh leuk, dat kun je ook voor kinderen lezen. Nee, ik vond dat echt een eng boek, Panter. En dan nog dingen die mij aanspraken, precies qua verhaal die ik nog moet lezen. Nog een boek waar ik over gesproken had. En dan Heinz, stond beschreven als humor.
de illustraties of manier van kadrering spreekt me niet echt aan. Maar ja, het is wel belangrijk denk ik dat ik kijk naar het woord humor aangepakt. En ik had ook uw boek gevonden in de bieb. Dus spannend, die moet ik ook nog lezen. Komt in orde. En dan hoop ik dat ik pakken wijzer ben geworden van mijn contextualisering. Hallo, ik ben bijna klaar met het schilderen. Ik heb er niets meer aan veranderd. Ja, ik heb zo... Ik weet niet waar ik mijn camera moet zetten. Dus ik heb die nu heel ongemakkelijk vast. Dat is oké. Okay. Maar dus, wat ging ik zeggen? Ah ja. Dus ik heb uiteindelijk niks meer echt aan het ontwerp veranderd. Omdat vanaf ik begon te schilderen, merkte ik wel van... Oh, eigenlijk valt het wel mee. Het gaat wel. Je mocht ook... Allee, het is nu bijna af. En vanaf het af is, ga ik het ook gewoon zo laten. Maar je mag nu altijd feedback geven over hoe ik het anders had kunnen aanpakken. Over hoe ik dingen anders had kunnen doen. Ikzelf, als ik moet reflecteren, vind dat het geheel redelijk stijf is, zeg maar. Allee, de figuurtjes zijn, ja, ze staan daar gewoon. Dus dat wel. Dat had ik misschien graag anders gezien. Maar ik vind het heel leuk dat het lijkt... Dat heel het ontwerp is wat dat die twee ventjes zien. In de zin van, die zitten daar zo in soep te roeren. En die kijken daar allebei naar. En dat lijkt alsof de achtergrond soep langs bovenaf is. Snap je? Ik vind het wel leuk. Heb ik hier nu toch wel niet toevallig een kom soep om te vergelijken? Wacht even. Focus, focus. Dus, hè. Oh, en we roeren. Oh, amai, twee druppels water. Ik heb ook weer iets heel idioot voor. Vorige week was ik nog op school en toen dacht ik mij naar huis te gaan. Oh, oké, nu moet ik goed zien wat ik allemaal meeneem en wat niet. Want ja, nu dat we zo een paar weken in lockdown gaan, heb ik wel mijn materiaal nodig. Maar ik was zo zelfzeker over dat dat niet lang ging duren, omdat ik nog niet beter weet na... De afgelopen 7-8 maanden heb ik een boek met ook schetsen in Ginder gelaten. Dus dat kan ik niet laten zien, maar het komt erop neer dat ik allerlei eindes had gemaakt, had getekend en verzonnen over het Tinderboek, het Tinderverhaal. Dus eentje waar dat alles in brand stond, ene waar dat die... ondersteboven stond, waardoor haar poep zag omdat haar kleed was afgezakt. En dat ze zo van die googly eyes op haar poep had geplakt. En dat zou dan een verhaal zijn over dat ze zo haar verborgen talent wilt laten zien. Dat het dan... Maar ja, dat kan ik dus niet laten zien. Voor de komende zoveel weken kan ik dat ook niet laten zien. Maar geen probleem. Dus meer dat je zei van... Oh ja... Het hoeft niet allemaal afgelikt te zijn. Het hoeft geen grillige schetsen of dat te zijn. Ben ik wat losser beginnen gaan te werken. In de zin van dat ik gewoon meer kleine tekeningsjes heb gemaakt. In plaats van die uitgewerkte dingen. Die ga ik laten zien. Met... en dan nog... Wat ik ook nog wou doen, is van de lelijke landschappen die mooi maken. Dat was ook een tip dat je zei van, hey, soms zijn mijn lelijkste dingen wel de mooiste als ik daar gewoon nog eens naar teruggrijp en denk, oké, hoe maak ik dit nu wel goed? Maar ik had mijn lelijke dingen. Ik heb een vriendin en die vindt alles wat ik maak mooi. En die zegt altijd, oh mooi, mooi. En dan ben ik altijd van, hou maar. Dus zij had dat nog. Dus ik moet dat eerst terugvragen. Voor ik het ja, dan kan aanpassen. Maar dat wil ik sowieso nog doen. Dat komt nog in orde. Want ik vind dat een hele leuke oefening om toch bewust om te gaan met wat je maakt. Ja, en dan heb ik er ook nog daar. Maar dat is het wel. Jammer maar helaas. We zitten dus nu hier voor het schilderij. Waar ik meerdere dagen hard aan gewerkt heb. Dan heb ik ook 2 dagen niet mij ten volle ingezet. Omdat ik het... Ik ben een beu.
Maar ja, ik ben wel redelijk tevreden over het eindresultaat. Het ziet er ja, heel echt uit en heel professioneel. Allee, zo echt, maar echt bedoel ik niet realistisch, maar ja, als in wat ik aan het doen ben, wordt het opeens wel realiteit. Want ik mag schilderen voor mensen en dat is wel heel spannend, maakt me wel heel erg excited. Verder ook een update over ik die een verhoging heb durven vragen. Dus ik ben heel blij dat ik dat gedurfd heb. Ik vind dat spannend. Ik ben daar niet goed in. Maar ik ben toch trots dat ik dat gedaan heb. Want ja, het was wel vervelend omdat ik dan effectief meer materiaal was aan het gebruiken dan voorzien. Was ik van, ah shit, nu gaat dat geld ook al naar materiaal. Dat heb ik al allemaal uitgegeven, materiaal. En dan ja, was het wel vrij vervelend voor die extra dagen dat ik er ook moeite in stak. Want ik voel wel, ik vind het heel fijn om te doen. Allee, buiten nu is het einde zo, de kleinste details. En ik ben dan, ik ben een vreselijke perfectionist. En ik ben dan, elk streep moet recht. En ik moet echt loslaten. Want al van veel delen heb ik het losgelaten. Maar elk klein detail moet ik dan loslaten. En dan, ja. Vermoeiend, heel vermoeiend. Ja, dus jammer van die werkruimte dat weg is. Dat beïnvloedt hoogstwaarschijnlijk mijn prestatie in de zin van mijn hoeveelheid. Dat vind ik zelf jammer. Maar ik weet nog niet hoe ik van thuis uit dezelfde werkdruk heb als in mijn werkruimte op school. Maar het zal moeten. Dus komt goed. Als je trouwens ook afvraagt wat er met mijn haar gebeurd is. Ik heb mogelijk een ambitie om Avril Lavigne van 2010 tot 2013 na te gaan. Alleen na te jagen. Dus stap 1, uiterlijk. Ook nog een laatste ding over verloning. Van, je moet totaal niet prijsgeven van wat jij krijgt, bla 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 bla. Dat vind ik ook totaal niet te weten. Maar het zou wel fijn zijn dat je zo'n paar, hoe zeg je dat, maatstaven kunt meegeven. Van kijk, dit is een minimum dat je echt moet vragen. Van ga nooit onder die prijs, toch niet voor zo'n en zo'n dingen. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik vind het zelf heel vervelend om te kunnen inschatten, allee, zeker nu nog, met mijn ampere ervaring die ik heb binnen de effectieve werkwereld. Dus alle hulp is welkom. Ja. Even iets tof. Ik heb mijn eigen werkcode gemaakt om het werk te signeren, want ik was aan het denken, als ik gewoon de link naar mijn Instagram daar schrijf, ja, dat is super leem, want dat is best veel tekst en dan, en als ik daar gewoon LG zou zetten en mijn initialen, dan weet ook niemand wie het gemaakt heeft. Dus ik dacht, QR-code, klein, compact. Ik heb daar meerdere uren mijn hoofd over gebroken, over hoe kan ik dit het beste doen. En heb ik uiteindelijk met een stuk muggengaas vakje per vakje gevuld. Maar nu kan ik dat altijd blijven gebruiken. In de hoop van dat die QR-code altijd gaat blijven geldig zijn. Dat weet ik nog niet. Ja, en ook, we hebben een nieuwe lamp. Ik weet niet of u dat interesseert. We hebben ze alleszins. Ja, ik denk dat het dat is. Ik heb zitten lezen nog. In boeken. Ik ga dit weekend deze lezen. Heel benieuwd naar. Hoewel ik wel zijn ander boek van een man met lange baard, allee, van de man die zijn baard liet groeien. Man met lange baard. Ik begreep het niet helemaal, maar ik vond het wel leuk om te lezen. Ja, ik denk dat ik het misschien nog eens moet lezen om het te begrijpen, want voorlopig is het gek. Ook al mijn bedenking over Heinz, het boek Heinz. Dat was
wat ik verwachtte. Ik heb wel een paar keer moeten gniffelen met de mopjes in het begin. De humor was wel effectief aanwezig, maar het kon mij niet blijven boeien door de... Ja, ik weet niet, door de kadrage, door de tekst, de hoeveelheid tekst. Ik ben nogal graag iemand van visuele mopjes, eerder dan textuele mopjes. En dat miste ik. Ik heb het daarom ook niet uitgelezen. Maar ik zag wel waarom het bestaat en dat het grappig is. Ik was net de laatste clip aan het herbekijken om te zien dat het gelukt was. En het viel me op hoe moe ik eruit zag. En grappige reden, allee, niet zo grappig voor mij, maar toch wel een vreemde beleving. Ik ben zo moe omdat ik van de nacht een nachtmerrie heb gehad en ik heb mezelf wakker geschreeuwd. En ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar ik werd al schreeuwend wakker en ik was van oeh. Fijn wel dat ik nu wakker ben uit mijn nachtmerrie. Als je wilt weten waarover het ging, mijn nachtmerrie ging over mijn oma. Nachtmerrie waardig. Dus ja, hele vreemde beleving. Ik ben moe. Subiet gaan slapen. Tof. Bij deze is dit ook mijn slot. Twee vliegen in één klap. Haha. Allee, ja. Tof dat je weer keek naar de Louise-vlogs.